In de vorige video hebben we gezien dat het economisch zeer goed ging met de Verenigde Staten, maar er kwam aan het einde van het jaar 1929 in één klap een einde aan. Toen begon een grote economische crisis die tot tijdens de Tweede Wereldoorlog zou duren. En tijdens de jaren 20 had de federale overheid onvoldoende begrip getoond voor structurele problemen in de Amerikaanse economie. De Republikeinse presidenten hadden een heilig geloof in het vrije marktmechanisme en ze wilden zich dan ook niet te veel bemoeien met de economie. Maar daarom zagen ze dus ook niet dat in sommige gebieden van de economie toch ook mis aan het gaan was. Zo was er sprake van steeds meer overproductie in de industrie. De productie was gigantisch toegenomen, alleen de lonen van de Amerikaanse bevolking stegen over het algemeen wel, maar ook niet zo hard dat ze al die nieuwe producten konden kopen. Daardoor bleven fabrieken met voorraden zitten en dat kostte natuurlijk alleen maar geld. En ondanks de economische groei van de jaren 20 waren de verschillen tussen rijk en arm echt niet minder geworden. De rijken waren nog steeds rijk en de armen waren nog steeds arm. En ook zien we dat er in een bepaalde takken, namelijk de textielindustrie, de mijnbouw en de spoorwegen, sprake was van structurele werkloosheid. Er waren dus heel veel textielarbeiders, mijnbouwers en spoorwegambtenaren die geen nieuw werk konden krijgen. En dat was een gevolg van een ontwikkeling die we ook in de jaren 20 zagen, namelijk die rationalisatie. Dat had ervoor gezorgd dat er steeds efficiënter gewerkt werd, maar ook dat er dus steeds minder mensen nodig waren in die textielindustrie, die mijnbouw en die spoorwegen. En als laatste zien we ook dat het in de landbouw niet goed gaat. Er is daar ook sprake van overproductie en dat is een gevolg van de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Eerste Wereldoorlog konden de Europese boeren minder verbouwen, daar werd immers flink gevochten. De Amerikaanse boeren gingen dan ook massaal geld lenen, dat kon immers makkelijk bij de banken, hebben we ook gezien in de vorige video. En zo konden ze hun bedrijf uitbreiden, zodat ze meer konden produceren en dat konden ze dan mooi in Engeland en andere Europese landen verkopen. Maar ja, nadat de Eerste Wereldoorlog is afgelopen, herstelt de Europese landbouw zich. De Amerikaanse boeren die zitten dan met een probleem, want die hebben hun bedrijf uitgebreid, daar hebben ze geld voor geleend en die gaan nu dus te veel produceren. Daardoor dalen de prijzen van de producten. Nou ja, wat doen de Amerikaanse boeren dan? Dan gaan ze proberen om nog meer voedsel te verbouwen. Want ja, ze moeten toch een beetje die prijsdaling compenseren en daardoor komt er nog meer overproductie. En ondertussen zitten die Amerikaanse boeren wel met die schulden omdat ze dat geld hebben geleend bij die banken om hun bedrijf uit te breiden. En dit waren zaken die allemaal al tijdens de jaren 20 op de achtergrond speelden. Het ging heel goed met de economie, maar tegelijkertijd zie je dus ook dat er dit aan de hand is. En dat moet wel misgaan. En dat gebeurt dus ook aan het einde van de jaren 20. Als dit de krantenkoppen zijn. Wall Street is in paniek, want de aandelenkoersen dalen razendsnel. En dat zien we op die grafiek daar rechts. Daar zie je oktober 1929, daar is het wat lichter paars gekleurd. En dan zie je de aandelenkoers ineens gigantisch snel dalen. En die beurskrach, want zo heet zo'n daling van de aandelenkoers, die vormt het begin van de Grote Depressie. En een depressie is een economische term voor een recessie die heel erg lang duurt. Er waren heel veel faillissementen, fabrieken gingen failliet, boerenbedrijven gingen failliet, maar ook veel banken gingen failliet. Die hadden al dat geld uitgeleend aan de mensen die aandelen wilden kopen, aan die Amerikaanse boeren. Maar ja, omdat nu al die bedrijven failliet gingen, konden die dat geld niet meer terugbetalen. En daardoor hadden die banken ook weer te weinig geld en gingen ze ook failliet. En hier is dus weer een fout van die Republikeinse overheid. Die hebben te weinig toezicht gehouden op de banken. Die banken konden te gemakkelijk geld uitlenen. En we zagen niet alleen heel veel faillissementen, maar een gevolg daarvan is natuurlijk weer dat de grote werkloosheid optreedt. Die fabrieken gaan failliet, daardoor komen mensen op straten gaan. En hier hebben we dus een grafiek met die werkloosheid in de Verenigde Staten en dan zie je dat die vanaf 1929 razendsnel toeneemt. En dit levert grote ellende op in de Verenigde Staten, zoals je op de volgende foto's ook wel ziet. Lange rijen mensen op zoek naar werk of op zoek naar gratis voedsel dat eruit wordt gedeeld. En mensen die in krottenwijken komen te leven en dergelijke. Er was hele grote armoede en ellende in de Verenigde Staten in de jaren 30. En wat doet de overheid eraan? Nou ja, op dat moment is Herbert Hoover de president. Hij is een republikein en hij is een echte liberaal. Hij houdt vast aan dat idee dat de overheid niet moet ingrijpen in de economie. Dat is niet goed volgens hem. De ondernemers die moeten het oplossen.
En dat vrije marktmechanisme zorgt ervoor dat het uiteindelijk allemaal wel weer goed komt. Een crisis hoort er nou eenmaal af en toe bij, vindt Hoover. En dat vonden ook zijn voorgangers Harding en Coolidge, zoals we al gezien hadden. En in dat opzicht is hij dus nogmaals een echte liberaal. Maar ja, deze crisis die blijkt groter te zijn dan alle andere crisis. En die crisis die wordt alleen maar verergerd doordat die overheid niet ingrijpt. En dan besluit Hoover in 1932 om dan toch maar wat leningen aan banken en aan fabrieken te gaan geven, zodat die niet ook failliet gaan, zodat die door kunnen draaien. Maar hij weigert om mensen uitkeringen en dergelijke te geven, want hij vindt dat dat niet goed is voor de economie. Hij wil zich dus nog steeds niet te veel mee gaan bemoeien. Nou ja, voor die houding worden de Republikeinen hard gestraft bij de presidentsverkiezingen die eind 1932 plaatsvinden. De Democraten, die eigenlijk niet veel ander programma lijken te hebben dan de Republikeinen, winnen de verkiezingen. De democratische president Franklin Delano Roosevelt komt aan de macht. Dat is een achterneef van die Theodore Roosevelt, die we al eerder gezien hebben. Die Theodore Roosevelt, Teddy Roosevelt, was een Republikein. Deze Roosevelt is een democraat en hij komt met de New Deal. Hij wil het echt anders aan gaan pakken en dat blijkt al in de eerste 100 dagen nadat hij president is geworden. Dan gaat hij allerlei dingen doorvoeren waar de Amerikanen toch wel even van opkijken. Want wat wil Roosevelt? Hij vindt dat de federale overheid een actieve rol moet krijgen in de economie. Die moet flink geld gaan investeren in het land om de economie weer aan het draaien te krijgen. Als ze dat niet doen, dan zou dat de crisis alleen maar verergeren. Dat hadden ze onder het beleid van Hoover wel gezien. Nou ja, wat gaat hij dan doen? Die Roosevelt die gaat allerlei wetten aannemen, zoals bijvoorbeeld de Agriculture Adjustment Act, de AAA, waarbij er subsidies kwamen voor boeren die hun productie wilden beperken. Zo wilde Roosevelt de overproductie in de landbouw tegengaan. Een heel belangrijke wet die hij aannam was de NIRA, de National Industrial Recovery Act. Daarin legde hij eigenlijk vast dat er bedrijven afspraken moesten kunnen maken met de overheid over de hoogte van de prijzen en de hoogte van lonen en dat soort zaken. En zo nam hij nog veel meer wetten aan om de economie op gang te helpen. Daarnaast liet Roosevelt allerlei organisaties oprichten die die wetten uit moesten voeren. De belangrijkste was de NRA, de National Recovery Administration, en die moest de doelstellingen van die NIRA zien te verwezenlijken. En je zag ook zaken als de Tennessee Valley Authority. De Tennessee is een lange rivier en Roosevelt die liet heel erg investeren in openbare werken. Zo liet hij in die Tennessee rivier een aantal stuwdammen aanleggen, zodat overstromingen minder vaak plaats zouden vinden, was natuurlijk goed voor de landbouw, en zodat er ook meteen elektriciteit opgewekt kon worden. En bovendien zouden die openbare werken natuurlijk voor heel veel werkgelegenheid zorgen. Nou ja, ook dat soort organisaties, daar gaat Roosevelt heel erg in investeren. Maar Roosevelts beleid vormt dus een radicale breuk met dat van zijn voorgangers en hij krijgt dan ook veel kritiek te verduren. Die kritiek komt van verschillende kanten. Onder andere vanuit het zakenleven. De zakenlieden die vinden dat die New Deal veel te socialistisch is. De regering bemoeit zich veel te veel met de economie en zij vinden dat niet kunnen. Want zo moeten die zakenlieden bijvoorbeeld een hogere belasting gaan betalen. En zo moeten zij ook toezien dat de vakbonden meer invloed krijgen in hun bedrijven. En dat vinden zij natuurlijk helemaal niets. En zij beweren dan ook dat het eigenlijk een red New Deal is, een rode New Deal. Oftewel een communistische New Deal misschien wel. Aan de andere kant zien we ook dat het Hoge Rechtshof kritiek heeft op die New Deal. Want dat Hoge Rechtshof moet uiteindelijk al die nieuwe wetten goedkeuren en toetsen aan de grondwet. En de vraag is dus, ja, kan dat wel allemaal zomaar? Passen al die zaken uit de New Deal, passen die wel bij de Amerikaanse grondwet? En dan zie je dat Hoge Rechtshof een aantal delen van die NIRA, een aantal essentiële delen van de New Deal, afkeurt. Daar zijn zij het niet mee eens, want die zijn volgens hen ongrondwettig. Nou ja, Roosevelt die gaat daar heel erg tegenin. Hij gaat echt openlijk de strijd aan met het Hoge Rechtshof. Hij stelde voor het Hoge Rechtshof met enkele leden uit te breiden, omdat veel leden volgens hem te oud voor hun taak zouden zijn. Maar ja, in werkelijkheid wilde hij eigenlijk gewoon voorstanders van de New Deal benoemen. En zijn voorstel werd uiteindelijk ook na lange discussies door het congres verworpen. Maar hier op die prent zie je hem dus zeggen eigenlijk FDR's Franklin Delano Roosevelt tegen de man met de pet op waarop congres staat: ik wil alsjeblieft 6 vervangers hebben. En als je goed kijkt, dan zie je daarbij die 6 spelers ook nog staan. Supreme Court, het Hoge Rechtshof. Hij wil leden van het Hoge Rechtshof dus vervangen om zijn New Deal er alsnog door te krijgen.
Maar goed, die tegenwerking krijgt hij dus van zakenlieden en van het Hoge Rechtshof, maar een groot gedeelte, het grootste deel van de Amerikaanse bevolking, staat wel degelijk achter hem. En dat betekent dat hij bij de congresverkiezingen een hele grote meerderheid haalt en dat stelt hem in staat om nieuwe plannen in te voeren. En die plannen worden ook wel vaak de tweede New Deal genoemd. Waar die eerste New Deal vooral bedoeld was om de economie een beetje te herstellen, ging die tweede New Deal veel verder. Hij wilde echt de maatschappij en de economie hervormen. Hij wilde bijvoorbeeld dat er meer sociale wetgeving kwam. En die kwam er ook. Door de Social Security Act, en deze wet verzekerde werknemers tegen werkloosheid, invaliditeit en ouderdom. En de kosten van deze wet moesten via de belastingen worden betaald door de werknemers en de werkgevers. En hier zien we dus een begin van de sociale wetgeving in de Verenigde Staten. Dat is nog steeds een heel omstreden onderwerp in de Amerikaanse politiek. Daarnaast zorgt hij ook dat de positie van de vakbonden verder versterkt wordt. En er komen opnieuw allerlei projecten voor werklozen, zodat ze toch weer aan het werk kunnen. Oké, dus Roosevelt voert van alles door, er is heel veel kritiek op, maar hij kan het toch doorvoeren. De grote vraag is natuurlijk, helpt het ook? En het antwoord is eigenlijk nee, die New Deal die helpt niet genoeg. Eigenlijk kun je spreken van een mislukking. En vanaf 1937 zie je dan ook dat er langzaamaan een einde begint te komen aan al die New Deal maatregelen. Daar zijn verschillende redenen weer voor. De eerste reden heeft met Roosevelt zelf te maken. Zijn New Deal kost gewoon heel veel geld en hij moet gaan bezuinigen. Hij heeft niet genoeg geld en daarom gaat hij minder geld uitgeven aan die New Deal. Een andere reden voor het einde van de New Deal heeft te maken met de politiek. Roosevelt krijgt heel veel tegenwerking van aan de ene kant de Republikeinen, die vinden hem dus te socialistisch bezig, en zij gaan samenwerken met democraten uit de zuidelijke staten. Want die zuidelijke democraten die zien hun partij onder Roosevelt veranderen. De Democratische Partij was in hun ogen altijd de partij van het platteland geweest. En onder Roosevelts beleid was het steeds meer een partij van de noordelijke steden geworden. En dat vonden zij maar niets. En daarnaast zagen zij ook dat de zwarte bevolking heel erg geholpen werd door die New Deal maatregelen. En dat vonden ze ook wel niet. Die zuidelijke democraten vonden dat de Democratische Partij terug moest naar haar roots, naar het zuidelijke platteland. En daarom gingen zij dus Roosevelt heel erg tegenwerken. Zij zeiden dat ze hem niet langer zouden steunen als hij die New Deal niet in zou trekken. En uiteindelijk in 1939 legde Roosevelt zich bij een eis neer. En dan zie je dus nogmaals, als je de werkloosheid erbij pakt in de Verenigde Staten, dat die New Deal uiteindelijk dus niet heel veel geholpen heeft. Maar uiteindelijk zal de werkloosheid toch echt gaan dalen, zal de economie weer op volle toeren gaan draaien en daar zorgt de Tweede Wereldoorlog voor. Die maakt een einde aan de Grote Depressie. En dat klinkt misschien raar dat zoiets gruwelijks als de Tweede Wereldoorlog ook goede kanten kan hebben, zeg maar. Maar de vraag is natuurlijk, hoe kan dat dan? Nou ja, ten eerste gaat de industrie echt weer op volle toeren draaien. De overheid bestelde enorme hoeveelheden oorlogsmaterieel en dan zie je dat de industriële productie verdubbelt. Daarnaast zien we ook dat doordat de industrie zo op gaat bloeien, er weer meer mensen worden aangenomen en dat de werkloosheid gigantisch afneemt. In 1939, voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, is nog 17% van de Amerikaanse beroepsbevolking werkloos. In 1944 is dat nog maar 1%. De depressie is nu dus echt voorbij. En het stomme is, de Amerikaanse regering geeft nu net zoveel geld uit als tijdens de New Deal, maar nu is de kritiek ineens verstomd, want nu moet je wel geld uitgeven, het is oorlog, dan moeten we als één man, als één volk achter de overheid staan en dan heeft er dus nauwelijks iemand nog kritiek op die overheid. Deze ontwikkeling heeft ook grote sociale gevolgen, want veel Amerikaanse mannen gaan meevechten en dat zorgt ervoor dat meer vrouwen de arbeidsmarkt opgaan. Zij gaan het werk van de mannen in de fabrieken voor een deel overnemen. Het aantal vrouwelijke arbeidskrachten steeg van 14 miljoen in 1941 tot 19 miljoen in 1944. En daarnaast zien we ook dat de vakbonden nog meer macht krijgen. Want de regering en de vakbeweging sloten een overeenkomst voor de duur van de oorlog. De vakbeweging zou geen staking organiseren en de regering zou er dan voor zorgen dat de lonen op peil bleven. En op deze manier kwam er uiteindelijk dus toch een einde aan die grote economische crisis van de jaren 30.